onze voorzang zei van Psalm 2 en daar van het zesde vers. Vrees zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust den zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdel voor aller ogen. U op uw weg dat stad doet wederkeren, wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. Wij noemen het zesde vers van Psalm 2.
Uit Gods eeuwig blijvend woord zal u worden voorgelezen welke vindt opgetekend in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, daar vernader het 33ste hoofdstuk. Wij noemden u als onze schriftlezing Exodus 33. Voorts sprak de Heere tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten, en de Hetieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, naar het land dat van melk en honig is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af, en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij ter tente ingegaan was. En het geschiedde, als Mozes ter tente ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent, en hij sprak met Mozes. Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op, en zij bogen zich en ieder in de deur zijner tent. En de Heere sprak met Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, doch zijn dienaar Josia, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. En Mozes zeide tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt: ik ken u bij name en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinden in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide: zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem: indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij: toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide: ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder: gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder: zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Onze hulp
en onze verwachting, zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt, die eeuwiglijk leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken, of bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we vooraf een zegen af te smeken over ons samen zijn. Heere, Heere, van de hoge hemel, laat het niet kwaad zijn dat wij van deze aarde, en die zo onder de zonde ligt, dat wij naderen tot u, de Heilige, de Heerlijke in de hemel der hemelen, dat u ons dan aan mocht zien, o Heere, in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, want we hebben het zo even al horen voorlezen, en dat u God zijt, en niemand zal u kunnen zien en leven. O, wat is ons leven dan ernstig, terwijl wij toch alle reizen naar het einde, en als wij gaan sterven, betekent dat, dat wij u gaan ontmoeten. En dan hebben we gehoord, niemand kan u ontmoeten, of zien en leven. O, dat is een nood die al uw kinderen hier op aarde gaan leren, als ook zij door den Heilige Geest onderwezen zullen worden. Dan gaat de werkelijkheid van ons bestaan, dan gaat in ons harten bekend gemaakt worden, zodat we gaan geloven wat u in uw woord ons komt na te laten, dat we dan ook persoonlijk zo in die geestelijke nood zouden mogen komen, en dat bij de gedurigheid, want wij zondigen, onze zonden, o Heere, en die komen elke dag weer opnieuw terug, en zodat wij dat zelfs doen, in de slaap en in de dag en in de nacht, en zodat wij niet meer voor uw aangezicht iets goed kunnen maken vanuit onszelf, dat wij eraan ontdekt mochten worden, maar dat u het ook geven mocht, dat we vanavond nog mochten aanwijzen dat ondanks dat de vloek over onze zonde is uitgesproken, er toch een weg is om nou weer in uw gunst en in uw gemeenschap hersteld te mogen worden. Dat is dat wonder der wonderen, wat uw kerk ook niet klein zal kunnen krijgen, dat u zelf gedachten des vredes gehad hebt, dat wij de schuld maken bij u, o God, de eerste persoon, en dat u, o Heere God, ook zelf een weg hebt willen banen waar wij niet meer naar u zoeken, nog naar u vragen, want uw woord leert het ons niet tot één toe, die in waarheid zijn schepper en maker zal zoeken, en al zo vanwege de zonde nog weer uw gunst en gemeenschap zal zoeken. Maar daarin zien wij welk een eenzijdig werk het komt te wezen bij u vandaan om nog weer herstelling te mogen ervaren. En anderzijds, er ligt bij ons die grote verantwoordelijkheid, zodat u alles weer terugkomt te eisen wat we in het paradijs gehad hebben, want wij hebben het verzondigd. U hebt ons wel goed geschapen, maar u kunt en zult dan ook rechtvaardig alles weer terug eisen, zoals u de mens hebt voortgebracht, en dat u ervan gesproken hebt als u nederzag, en ziet, het is zeer goed, o Heere, dat ook wij
En dan dat beeld waarin u ons schiep en nog zouden verstaan als heel en al het doorgebracht door onze zonden en ongehoorzaamheid, maar dat wij ook u leerden billijken, vanwege dat u daarin rechtvaardig zijt, ja, dat we in de nood leerden komen, hoe zullen we dan toch ooit weer met God in verzoende betrekking kunnen gebracht worden, dat mocht onze noodkreet worden, bij dagen en nachten, gelovende, dat als wij dit leven hier op aarde afleggen, dat wij dan de eeuwigheid aandoen, en dat dan de genadetijd voorbij is, en dat we dan zullen horen wat onze eeuwige bestemming zal zijn. Wat is de tijd hier dan kostbaar dat we op aarde leven en dat u ons nog nawandelt met zoveel roepstemmen. Ook onze lichamen die u onderhoudt, daarboven geeft u uw woord en getuigenis dat wij het horen, zowel uw bedreiging over de zonde die komen moet, maar ook anderzijds die weg van vrije genade die zo dierbaar in uw woord is nagelaten en u zo vriendelijk nodigt en u komt te betuigen dat u zegt: bekeert u en keer weder, o huis Israëls, en dat u ook zelfs zo laag afdaalt dat u komt te betuigen, al hebt ge dan met vele boeleerders geboeleerd, keer nochtans weder, o Heere, wat zijt u dan goed, en wat wordt er dan veel mest aan de boom van ons leven gelegd, waarin u bewijst dat u ons nog dit alles geven wil. In de weg, en dat u door het evangelie ons aanwijst, dit is de weg, de waarheid en het leven. Zou dit avontuur ervoor gebruikt mogen worden, Heere, het is ook nu nog het heden der genade, zoals we hier samen zijn gekomen in het midden der week. Zou dit uurtje ook gebruikt mogen worden in het midden van de gemeente, of die van elders zijn opgekomen, dan zou het zo groot zijn, Heren, als u aan onwaardige doorbrengers het toch nog wilde bewijzen, dat de tijden wel donker zijn, maar dat u de onveranderlijke dezelfde blijft, om toe te brengen tot die gemeente die zalig worden zal. Zoudt u dan nog neer willen komen, zoals u zelf gesproken hebt, en dat u daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, wil neerkomen om te zegenen? Zouden er dan nog hongerigen en dorstigen onder ons mogen zijn, die het werkelijk om u te doen is? Want dat is toch het grote oogmerk, en wat u ons komt te leren, dat niet de eerste plaats zal zijn onze behoudenis, maar dat de eerste plaats zal zijn dat wij u weer in een rechte weg zouden mogen leren kennen en lief krijgen, zoals u bent in uw deugdenbeeld, en dat wij zo weer die liefde mochten beoefenen tot die goede God die in Christus Jezus een weg heeft gebaand waar geen weg meer was. En dan zal de ziel en de zonde als vanzelf de zaligheid ontvangen, want in het eren van u, daar ligt de zaligheid van een volk wat u zoekt verklaard. Mocht u dan die heilgeheimen nog bekend willen maken onder ons, zoals we opgekomen zijn, jong of oud, wij gaan hier maar een korte tijd over de aarde, en dan gaat straks, dan gaat de beslissing vallen, hoe zal het zijn, wat is ons einde? Wij kunnen het ook weten uit uw woord, hoe dat we reizen, en we kunnen het ook weten wat de enige grond is
om nog weer hoop te mogen hebben, ja vertrouwen dat u, o God, nog op arme zondaar hebt neer willen zien, om ook hen te willen leren dat u genadig en barmhartig zijt. Zoudt u dan ook deze dienst daartoe willen gebruiken, ook voor het eerst, dat er nog in het harte gegrepen mocht worden, dat u het geven mocht, dat er ook nu nog in ongeluk over de aarde zouden gaan, omdat de ogen beginnen te open te gaan, om te geloven en te zien, dat we u zo niet kunnen ontmoeten, en dat elke dag die voorbij gaat, dat we het gaan zien en inleven, dichter bij de eeuwigheid. Zoudt u dan ook zo nog wandelingen onder ons willen maken, maar als er ook van uw volk onder ons mogen zijn, eer u kent de uwe, zouden ze dan ook nog iets van u mogen ontvangen, ter onderhouding van het geestelijke leven, maar ook, en dat er toch ook nadere verklaringen steeds nodig zijn, om Jezus de Verlosser, die de zonde heeft willen betalen, om hem nader te mogen leren kennen in al het borgwerk wat u hebt willen doen en aanbrengen voor verloren zondaren. Wil u dan zo in dit avontuur uw woord nog openen en willen gedenken aan al uw knechten en dienaren die u zelf hebt uitgestoten in de wijngaard. U weet wie het zijn, heren. U weet ook hoe dat ook zij in deze tijd van zoveel moedbeneming, dat zij uitgezonden zijn. En als u over wilt komen om de waarheid het in het licht te stellen, dan mag het zo aangenaam werk zijn om goed van u te spreken, terwijl u het toch ook bevolen hebt en gesproken hebt, en gij zult van mij getuigen. Och Heere, wil u daar dan de bekwaamheid toe geven, en wil u daartoe licht geven, maar wil u ook verlenen dat er zo nog mogen zijn in het uitzien naar u, dat uw woord het dus een kracht zou mogen doen, en dat we nog van wonderen zouden mogen horen. Ook mocht u gedenken aan zieke, zwakke, hulpbehoevende, weduwe, weduwnaren of wezen in psychische noden, er kan zoveel zijn wat wij om de zonde wil onderworpen zijn, maar als u een bezoek zoudt willen brengen, Heere, och, dat is meer dan alles wat we op aarde kunnen hebben. Zoudt u dan aan uw verbond willen gedenken, ook in dit avontuurtje, en dat we verwaardigd mogen worden om goed van de God des hemels te mogen spreken, en zoals ook Daniel dat begeerde, en Esra, als ook zij voor de koning kwamen, voor de noodruften, en dan begeerde zij ook goed van de God der Joden te spreken, en maar mochten wij het ook begeren om goed van hem te spreken, die hemel en aarde nog draagt en spaart, en die nog steeds zijn knechten uitzendt, opdat ook zij de bazuin aan de mond zullen zetten, en dat zij adem van u mogen begeren om die bazuin te blazen, opdat het van verre gehoord mag worden, en dat u nog komt te betuigen, en die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O Heere God, wil ons dan gedachtig zijn, ieder in het zijn en omstandigheden, die zo onderscheiden kunnen zijn, u weet wat we nodig hebben. Ook de raderkerk, Heere, wil ook hen kracht
en moed en lust geven, ook in het voorgaan, in deze kleine gemeente, dat ook zij mochten ontvangen, die bemoedigingen van te merken, dat ook het gelezen woord, en nog vruchten zou mogen voortbrengen, en dat ook zo de kinderen, die in de gemeente ook zijn, dat ook die nog afgedrukt mogen krijgen, en dat het nodig is om voor en toebereid te worden, en dat ze ook zo in hun binnenkamer u den Heren nog mogen aanlopen bij de gedurigheid. Wil ons dan helpen, o grote God, en dat het nog een uur mocht zijn, dat we vrijmoedigheid mochten ontvangen, om alzo de weg der zaligheid nog te mogen verklaren voor hen, en die de rampzaligheid zo dichtbij zien staan. Want het ware geloof in Christus, dat groeit het weligst op de rand van de hel, en daar willen wij niet komen, Heren, hoewel we het verdiend hebben, hoewel we het waardig gemaakt hebben, maar daar wil u uitdelen aan hen. En die wanhopen naar zichzelf, maar die erachter komen, niet te hoeven wanhopen aan u, terwijl u dezelfde zijt in het uitdelen aan wederhorigen. Help ons dan, o koning der koningen, als het in u raad zou mogen zijn, we vragen het van u, en die wij zouden vergeten, wil u ze niet vergeten, om Christus willen. Amen. Gemeente en medereizigers naar de grote eeuwigheid. Een kort inleidend woord aangaande onze tekst wat u vindt in Exodus 24. En daar lezen we in de eerste verse hoe en dat God de Heere tot Mozes spreekt. Het was in deze hoofdstukken dat de Heere zijn heilige wet zou geven aan zijn verbondsvolk Israël. De heilige wet des Heere, die ook elke zondag wordt voorgelezen, is de zedelijke wet die eeuwigdurende kracht heeft. En de heilige wet van God, waarin God de Heere zijn wil ons doet weten, is in dat opzicht dan ook een geschenk van God. Hoe zouden we onze zonde kunnen leren kennen als er geen wet was? Als wij de wil des Heren niet zouden kunnen weten, dan zouden zoals de heidenen wel om onze afgoden zoeken, want wij hebben een ingeschapen godskennis. Dat wil zeggen dat wij het gevoel hebben dat er een hoger wezen boven ons is en die ook op ons neerziet, en dat ook wij rekenschap moeten geven van onze leven hier op aarde. Dus die ingeschapen godskennis, die hebben we allemaal. Daarom bestaan er geen atheïsten. Daar moet u niet in geloven. Want diep in hun hart gevoelen zij toch wel dat er een God is. En dan zegt Hellebroek heel eenvoudig, het is meer een wensen dan een geloven dat er geen God zou zijn. Maar als de Heere dan ook hier zijn heilige wet geeft in hoofdstuk 24, dan lezen we in de eerste verse dat de Heere tot Mozes zegt, klim op tot den Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u neder van verre. En Mozes alleen naderde tot de Heere, maar dat zij niet naderen en het volk klimmen ook niet op met hen. Want de Heere had gezegd dat de berg
afgepaald moest worden, dat ook mens nog dier de berg Sinaï zou mogen aanraken, want die zou gedood worden. En zo kwam God op die berg, zoals hij dat ook bewees, zichtbaar bewees aan zijn verbondsvolk, want de berg die rookte, die beefde, er waren aardbevingen, er waren bliksemen, daar was vuur bovenuit de berg, en dat bewees dat God in majesteit op den berg kwam. God heeft geen lichaam, daarom moeten we niet aan een gedaante denken, maar als God zichzelf ook nu afdrukt bij ons, dan doet hij dat ook nu in majesteit. Gods volk, of ook anders gezegd, en die onder de bearbeiding des geestes komen, komen gevoelig onder de autoriteit van God. En hoe moeten we dat dan verder verklaren, gemeente? Daar komen die diepe afdrukken dat God hen ziet en doorziet. Dat er een vreze komt voor God. Wij zien geen lichaam, zo zag Israël ook geen lichaam. Maar zij zagen wel dat er een majesteit over den op de berg kwam, zodat er, zoals we zeiden, bliksemen en donderen. Ze waren zo rondom de berg en boven vuur, en het volk verschrikte. En zij zeiden, o, laat Mozes met de Heere spreken. En zij trokken weg van de berg, verder weg, want zij vreesden, gevoelende, als die bliksem schichtte, maar een ogenblik over hen of door hen zouden gaan, dan zouden ze wegverteerd zijn. God kwam in majesteit, o gemeente, zouden wij, als de Heer ons gaat onderwijzen, aangaande onze zonde, ook niets van gaan gevoelen, hoe heilig dat God is, en dat wij geen bestaan voor hem komen te hebben. Daarom, als Mozes komt tot het volk, en dan verhaalt hij hen dat, en dat een Heere komen zal, en dat zij al zo voorbereid zullen zijn als hij komt. Wat willen we in dit voorwoord even benadrukken? Dat wij geen bestaan voor God hebben. Dat was in het paradijs anders. Dat was God ook. En we lezen Adam en Eva, zij hoorden den Heere aan de wind des daags. Maar na de zondeval, dan is het dat God de Heere vertorend is over onze zonden, die elke dag doorgaan. Wij kunnen onmogelijk zonder te zondigen leven. Hebben we daar wel eens aan gedacht? Dat is toch wat? We zeiden eens ergens in een gemeente, we moeten nou altijd zondigen. En daar kwamen vragen over. Is dat dan werkelijk zo? Moeten we dan altijd zondigen? Ja, gemeente, onze bronader, die kan niet anders opgeven. Maar hoe is dat dan bij Gods volk dan wel? Die genade hebben gekregen. Och, en die mogen het zo ervaren. En dat zij een tweemens worden. Die oude mens begeren zij. En dat dood zal gaan. Die oude mens wensen zij te dat hij zal sterven. Maar wat gebeurt er met die oude mens? Die is wel stervende. Maar die zal hier toch bij hen zijn, zolang als ze leven. Waarom moest Paulus anders klagen, en dat hij zeide, ik ellendig mens. Paulus met zo grote genade, die over de verzoening met God zo rijk kon spreken, hoe dat de bloed en verzoening van Christus in zijn hart en in zijn leven zo bekend was gemaakt. En wat kunnen wij in zijn brieven lezen? O, wat heeft hij kostelijk gesproken, of geschreven, over die weg der verzoening, dat alle zonden weggenomen kunnen worden, en dat Christus Jezus ze betaald heeft door zijn offeranden. Maar hij klaagt, hij zegt, ik ellendig mens, en als ik het goede wil doen,
Dan ligt het kwaad er mij bij. Dat was Paulus, ziet u, dat is nu de oude mens. En de nieuwe mens, die zou gaarne nooit meer willen zondigen. En die ziet daar ook naar uit, dat ze nooit meer hoeven te zondigen. Je ziet dan ook veel, als Gods volk oud wordt en moede van dit leven, zoals in het Oude Testament staat, oud en der dagen zat. En dan gaan zij steeds meer last krijgen, niet van de buurman en van de ander ook. Zeker, er staat ook van Lot, en Lot kwelde zijn ziel dag op het zien en horen van al de ongerechtigheden, als hij daar woonde bij Sodom en Gomorra. En dus ook daar dragen zij wel leed over, maar het is veel meer nog dat eigen verdorven bestaan van binnen, waar zij als ze vaak, als ze nog leven aan de ziel mogen hebben, dan worden ze dat zo moe, dat ze het nou nooit beter kunnen afbrengen. En als ze dan eens onder een preek mogen zitten, waar gesproken wordt dat Jezus Christus en nu de onveranderlijke is, en dat hij dat ook is voor de onverbeterlijke, dan springt er als het ware iets in hun hart op en zeggen, en dat ben ik nou, ik ben nu die onverbeterlijke, en wil Jezus Christus dan toch dezelfde blijven, ook voor zo een, hij heeft mij in die tijd en in die jaren de genade geopenbaard in Christus Jezus, en waarom, ik breng het er zo laag af, maar als hij dan nog eens weer mogen horen, ach, mocht het vanavond zijn, dat volk de Heere niet tegenvalt, want hij wist van eeuwigheid, waar God de Heere met eerbied gesproken aan begonnen is, maar zij moeten zichzelf zo tegenvallen, dat ze het niet beter kunnen maken, en daarom, dan ligt er ook zoveel onderwijs in deze tekst. En dat voor zondaren die de weg niet weten, die het niet beter kunnen maken, die hun vloekvonnis hebben leren kennen en die gevoelen dat God heilig is en zij geen bestaan voor hem hebben en die zo vaak en zo menigmaal gevoelen als door onweder voortgedreven te worden die over de aarde gaan, dat zij zeggen, och Heere, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de Heere geven, och werd ik derwaarts weer geleid, maar zij kunnen er zelf maar niet komen, en dat leidt hun in hun ellendig bestaan, en die wil de Heere nou net op zoeken, en die nu in zichzelf al dieper en dieper ontdekt worden, en al meer en meer gaan verstaan, en dat het toch zo wonder zal zijn, en zo grote genade, als God de Heere op zijn eigen werk nog zal willen terugkomen. We dachten u vanavond te bepalen, en bij Exodus 33 en daarna ervan, vers 21 en vers 22a, 33, 21 en 22a, de Heere zeide voortziet, daar is een plaats bij mij, daar zult gij u op de stenen rots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. Zover de kerninhoud van onze tekst in het verband. We zien dan het verband in deze tekst, dat het is ter bemoediging van woestijnreizigers. Drie gedachten. Ten eerste, de uitroeping van Gods naam. Ten tweede, een plaats in de kloof der steenrots. En ten derde, Gods liefde
in de steenrots ervaren. We herzeggen dat het is ter bemoediging van woestijnreizigers. Ten eerste de uitroeping van Gods naam, een plaats in de kloof des steenrots en Gods liefde in de steenrots ervaren. Zingen we eerst van 106 vers 11 en 13. Zij maakten zich den Heere ten spot een kalf bij Horeb tot een god, waarvoor zij zich eerbiedig bogen, een os die gras eet op het veld, een beeld, een gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijk gesteld. En een dertiende dus, 106 vers 11 en 13.
Onze tekst staat in verband van de vele teleurstellingen die Mozes heeft opgedaan met het volk van Israël, daar hij hen uitgeleid heeft uit Egypteland. Door een hoge hand des Heren was Mozes als leidsman gesteld over het verbondsvolk, zodat zij uitgeleid werden, en wij weten de geschiedenissen, hoe dat zij door zulk een groot wonder door de Rode Zee hebben kunnen doorgaan, dat God een pad baande waar geen weg was. Ook dat wijst ons heen naar de kerk des Heren, die ook in de onmogelijkheid komt vanwege de baren van Gods toorn en geen weg meer weten en daarom uitroepen en ook in die wegen een boosheid en vijandschap ook leren kennen en dat alles vastloopt, dat zij zo de best gedaan hebben, denken ze, en dat zij dan met alles aan een einde gaan komen en dan is er geen weg meer. En dan riepen de Israëlieten uit en de Heere heeft door Mozes zo een weg of een baan gemaakt waardoor het volk Israël kon doortrekken en dat zij allen aan de andere kant zijn gekomen. Ja, alle een wonder van God. Maar de Egyptenaren, de vijanden van de kerk, die zijn allemaal verdronken. Wel nu, gemeente, wat een wonder heeft de Heere aan dat volk gedaan. Ook daarvoor, hoe dat de Heere daar de 10 plagen in Egypte heeft doen zien, al die wonderen, maar het volk bleef een murmurerend volk. En zo zien we het ook, als we zo even een paar versen noemden uit Exodus 24, hoe dat daar dan ook de wet gegeven werd. En het volk verschrikte als zij zagen hoe dat God op den berg kwam enzovoort. Maar als we dan hier dus in hoofdstuk 33 komen, en dan weten we ook, de Heere heeft de wet 2 keer gegeven. En de eerste keer, en toen heeft Mozes hem van boven zo, als hij naar beneden ging, den berg af en hij zag dat volk een gouden kalf gemaakt had, heeft Mozes die heilige wet des Heren naar beneden geworpen, en zodat die 2 stenen tafelen, die met de vinger Gods beschreven waren, en die zijn onderaan de berg daar gebroken, en zij lagen daar een gebroken wet. Dat wijst ons ook naar een verbroken werkverbond, want Adam en Eva had de wet Gods ingeschapen gekregen. Ze hadden geen wet nodig om die te kennen zoals wij die hebben. En het volk is al die 2 stenen tafelen kregen. Adam en Eva was het ingeschapen om de wil van God te doen. En zo is het dat ook Adam en Eva dat verbond van de wil van God hebben verbroken. En alzo lag daar ook een verbroken werkverbond. Wel nu, als de wet dus gegeven wordt op de Sinaï gemeente, dan is het de eerste keer, zo we zeiden, dan lag die wet daaronder aan de berg, die tafelen aan stukken, verbroken. Maar daarna is Mozes opnieuw uitgenodigd om op de berg te gaan. God zeide, ik zal u opnieuw de wet geven. Wel nu, het werkverbond is verbroken, gemeente. Maar de wet is ook verbroken. Nou wil de Heere dan ook geestelijk de wet nog een keer geven, dat wij mogen leren kennen en dat hij niet verbroken is, ja. Want u weet, als wij spreken over het genadeverbond, dat in dat genadeverbond, en daar is Christus in begrepen, want Christus is het hoofd van het genadeverbond, en Christus had die wet in zich.
Dat leert ons Psalm 40. Als hij daar ook sprekende wordt ingevoerd, dat de wet in het binnenste van zijn ingewand was. En Christus heeft de wet nooit verbroken. Christus heeft de wet volkomen gehouden. En dat borgtochtelijk voor een arm en een verloren volk. Wel nu gemeente, om ons bij de tekst te bepalen. Dan zien we dat in het vorige hoofdstuk, en daar is dat gouden kalf gemaakt. Als Mozes dus naar beneden kwam en hij hoorde gezang en gerei, en hij zeide tot Jozua zijn dienaar, wat is het wat ik hoor? En dan ziet hij dat daar een gouden afgod, een kalf gemaakt is, wat zij afgekeken hadden van de Egyptenaren, want die hadden ook de kalverdienst, die hadden ook de afgod in de koeien en de kalveren. En daar was het volk dansende om zulk een gouden kalf, wat de Aaron had toegelaten, om te maken. En dan nog kort even daartussen, dat gouden kalf, dat was gemaakt van de oorringen van het volk. Dus niet van de gouden vaten die zij uit Egypte land meegekregen hadden, maar van de gouden oren versierselen. En daar zegt Aaron, geef dan die gouden versierselen. Hij heeft niet gevraagd om gouden vaten die in de dienst des Heren gebruikt zouden worden, maar zij gaven de oorversierselen. En daar is de gouden kalf van gegoten. En daar ligt ook een grote lering in voor ons, en dat ook valt onder de afgoden, als we ook daaraan meedoen. Maar goed, als we dan ook zo zien, gemeente, dat Mozes en daar dat volk om dat gouden kalf ziet dansende, en we hebben het al gezegd, de wet, en die valt daar beneden in stukken, dan zal de Heer het toch opnieuw nog aan zijn verbond gedenken. Want ook op de Sinaï, gemeente, en daar is de wet dus daarna weergegeven. En toen is die wet, die stenen tafelen, die zijn goed gebleven. Want God had eerst het volk gestraft. We lezen dat hiervoor. Dat ook, dat het geweest was, als zij, de Levieten namelijk, zo doorgingen door het leger op het bevel des Heren, dat alle die daaraan meegedaan hadden en daarvoor pleitten, dat ze gedood zouden worden. En er zijn er tot 3000 gedood. God wreekte zich over de grote schuld van het verbondsvolk. En daarna, dan zien we dat Mozes opnieuw uitgaat. En hij zal de wet opnieuw ontvangen. En wat is dan het wonder, als ook zo Mozes de berg opgaat om de wet te ontvangen. Want Mozes, en die klom hoog de berg op. En ook de 70 oudsten en Nadab en Abihu, die gingen ook een gedeelte mee de berg op. Maar niet zo ver. En Jozua ging verder mee de berg op. Maar Mozes klom alleen op tot God. En als al zo dan in dit hoofdstuk hier ook het erover gaat, dat Mozes dit ervaren heeft, dat het volk zo in de afgodendienst is vervallen, dan zien we ervan dat hij den Heere verzoekt, als hij dat volk verder moet leiden, dat de Heere mij op zal trekken. En dan heeft de Heere hier in het 33e hoofdstuk, in het 2e vers gezegd, ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Kanaanieten, dus ik zal de belofte wel waarmaken, om u dat land te geven, maar ik trek niet meer met u op. Ik zal hem eenmaal meegeven. Maar zegt Mozes, ik kan niet optrekken, Heere. Als u niet mee optrekt, al zou u een engel willen geven, hij is ook een heilig schepsel. Hij kan ook veel macht van God gekregen hebben. Maar Mozes zegt dat de Heer zelf mee op zal trekken. En dan begeert Mozes nog meer. We zien dat dus ook in het verband van onze tekst. Hoe dat
den Heere zijn naam uit zal roepen. En lezen dat ook in het 12e vers. En Mozes zeide tot den Heere, ziet, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook, en gij hebt genade gevonden in mijn ogen. En dan zien we in dat verband, hij zeide, zouden mij aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen. En zo gaat de Heer hem onderwijzen. Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zou, en doet ons van hier niet optrekken. Want waarbij zoude ik nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van al de volken der wereld. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. En toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Toon mij uw heerlijkheid. Gemeente, Mozes had de heerlijkheid gezien, maar nu begeerde hij, wilt gij dan met me optrekken, Heer? Mag ik dan uw gunst verder nog weer ervaren in het optrekken van het volk, als zij dat gouden kalf gemaakt hebben? En wil u het dan mee optrekken? Toon mij dan van uw heerlijkheid. Mozes wilde hier vragen of hij dan ook werkelijk de vrede Gods en de liefde Gods ook zo bij vernieuwing van den Heere zou mogen ontvangen. En dan zien we in dat verband. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht gaan laten. En zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, die ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. De Heere zegt, ik zal mijn goedigheid u afdrukken, Mozes, want gij zijt mijn knecht. En al heb het volk het zeer verzondigd, ik zal mijn belofte niet verbreken. Ik zal hen toch brengen in Kanaan. En ik zal ook met u gaan, terwijl hij genoemd mag worden, de middelaar des oude verbonds. Want Mozes stond tussen God en tussen het volk. En als de Heere dan belooft dat hij al zijn goedigheid voor hem zal doen voorbijgaan en zijn naam zal uitroepen, dan is dat gebeurd in Exodus 34 vers 6. Daar kunt u het lezen. En dat daar de Heere spreekt die veel bewogen woorden. Als wij daar lezen, hoe dat de Heere zijn naam uitroep in riep, en genadig en barmhartig is de Heere. Het zesde vers van dat hoofdstuk. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, wie riep dat, gemeente? De Heere had het beloofd. In de verse in verband met onze tekst. Ik zal al mijn goedigheid voor u voorbij laten gaan. En dan roept de Heere zijn eigen naam uit. Dat deed Mozes hier niet. Maar dat doet God zelf. Ten aanhoren van Mozes en die met hem waren. En hij riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. En langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En die naam mogen wij vanavond ook uitroepen, gemeente. Wat is wonderlijk hier, als de Heer hier zijn namen en zijn eigenschappen uitroept, dan staat hier niet bij zijn rechtvaardigheid. Want die had God al bewezen in het straffen van de Israëlieten, en die dus gestraft en gedood zijn geworden in verband met dat gouden kalf. Wat had het volk gezien
hoe rechtvaardig dat God was. En dat hij het vlees niet spaarde, maar dat hij 3000 heeft gedood door de levieten. Wel nu, hij riep de naam des Heren uit. Nu even, naar het persoonlijke leven. Gemeente, het is een dierbare tekst. En daar hopen we in bijzonder ook in tweede gedachte op in te gaan. Maar nog even, ons eerste punt. Als we zeiden, de uitroeping van zijn naam. Nu zal de Heilige Geest, die zal door alle tijden Gods naam doen kennen. Als het ware uitroepen in het hart van zondaren en die voor hem zullen gaan buigen en die voor hem schuldenaar en zondaar gemaakt zullen worden. Zijn naam zullen we leren kennen. En dat is niet alleen de naam van barmhartig en genadig, maar dat is ook de naam dat hij rechtvaardig is. En daarom was het ook op de berg, als hij de berg opging, gemeente, dan is het zo wonderlijk, daar moest Mozes een altaar bouwen. En op dat altaar, dus voordat hij tot een Heere geheel opklom, en daar werd offeranden gebracht, daar werd bloed gevloeid. En dat was de reden dat Mozes tot God kon klimmen. Wel nu, weet u er ook iets van? Gods rechtvaardigheid, dat hij onze zonde straffen moet, kennen we er ook iets van. En dat wij voor Gods aangezicht niet kunnen komen. En dat we in die nood gekomen zijn, zoals de Israëlieten dus ook van de berg aftrokken en vreesden voor zijn heiligheid en voor zijn majesteit. Zou het niet nodig zijn, ook in 2015, dat we er ook iets van leren kennen, van die heiligheid van God, en dat we geen bestaan voor hem hebben, en dat we zullen uitroepen, o God, hoe zal ik toch voor u verschijnen, want u zijt zo'n heerlijk en een heilig God, maar daarom, als de zulken nu vast gaan lopen, met Gods heiligheid, met zijn rechtvaardigheid, en met de waarheid van alles wat hij gesproken heeft, ook aangaande de zonde, zulke zondaren die vrezen, maar die hebben nu ook nodig dat ze bij die berg Sinaï, waar dus de wet gegeven werd, en als die wet daar gegeven werd, zei het volk wel tot Mozes, spreek gij met het volk en wij zullen alles doen wat de Heere tot u gesproken hebt. Maar zij wisten niet wat ze zeiden, want zij konden de wet van God niet onderhouden meer. Dat kunnen wij ook niet meer, gemeente. Maar dat is nodig om aan de weet te komen. En daarom kun je nooit tot God komen. Of er moet een altaar tussen komen. En daar moet bloed tussen komen. En daarom was er ook dat Mozes daar offerde. En met de anderen die met hem waren. En daarom kon God, ondanks de zedelijke wet, en die ons vervloekt. Want de wet zegt het in Galaten 3 vers 13. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar oh, als ook Mozes daar de wet ontvangt en die ook geleerd heeft dat die 3000 mannen daar gedood zijn vanwege de ongehoorzaamheid en Gods rechtvaardigheid, kon Mozes als ook een Adamskind zijnde, kon hij toch opklimmen tot God, want er was eerst bloed gevloeid. En wat staat er nog meer, gemeente? Dat hij 12 kolommen moest maken en elke kolom dat zag op een stam van Israël. En dan moest hij al die kolommen, die 12 kolommen, die moest hij met bloed besprengen, opdat daarheen gewezen zou worden, dat God geen doen meer kon hebben met dat volk. En daarom werden die kolommen, elke stam werd daar zinnenbeeldig besprengd met dat bloed. En zo wilde de Heere nog weer optrekken met zijn volk Israël. Wel nu. Nu gaat de Heere zijn naam uitroepen. Er was bloed gesprengd en gevloeid bij dat altaar en die kolommen. En dan zien we, gemeente, dat hij zijn naam uitroept. Voor wie? Voor een volk wat vreest. Wat zijn straf gezien had. En die het ook inkomen te leven. Nog een keer. Zou het niet nodig zijn, mijn geliefde, dat ook wij die zaken leren kennen. Bent u het met me eens, dat die zaken zoveel overgeslagen worden, en dat het al meer en meer
en zo gehoord wordt over het geloof in Christus. Want al die andere dingen, dat zijn maar ophouders. Je moet op Christus komen. Je moet in Christus geloven. Dat is waar. Buiten hem kan je nooit zalig worden. Maar geloof dan dat je ook nooit tot Christus zult komen. Dan in de weg dat je jezelf als een schuldig, als een domwaardig volk hebt leren kennen. En in die weg gaat God zijn naam uitroepen. Zoals er in het bijzonder staat in 34 vers 6. Dat hij is genadig, barmhartig en groot van goede tierenheid. Wel nu, daar gaan we nu verder op door. En dat bij onze tweede hoofdgedachte. Als we zeiden, een plaats in de kloof der steenrots. En dus, in 20 lezen we, hij zeide verder. Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Dat zei God de Heere tegen Mozes. En die had begeerd aan zijn goedigheid, ja zijn aangezicht te mogen zien. Want Mozes was zeer ontsteld van dat hij dat van dat volk gezien had, dat gouden kalf. En daarom begeert hij, Heere, gedenk mij dan en kus mij dan nog eens. Wat is dat kussen? Als God de zondaar, zoals we lezen in Hooglied, dat de kerk ook begeert, hij kuste mij met de kussen zijns monds. Wat betekent dat anders, als dat de kerk daar begeert, dat zij de liefde van God in Christus zullen mogen ervaren? Wel nu, als Mozes dit begeert, dan zegt de Heere, U zult mij niet kunnen zien in mijn volle glorie. In mijn volmaaktheid, Mozes. Maar wat zegt hij dan? En dat willen we ook graag vanavond benadrukken. Och, wij hopen ook dat hier nog een schuldig volk mag zitten. Wij hopen dat ook hier nog mogen zijn die er iets van weten voor God geen bestaan te hebben. Wij hopen dat er ook hier mogen zijn en die de vloek der wet niet vreemd gebleven is. We hopen dat er ook hier mogen zijn en die de weg niet meer weten, die Gods recht en deugden en weinig hebben leren kennen. Hoe dat zij al zo niet weten, als het sterven wordt, voor God te moeten komen. Hoort dan de tekst van vanavond. Hoort dan de boodschap die u vanavond mee naar huis mag nemen. En zoals onze tekst zegt, de Heere zeide voorts. Zit, daar is een plaats bij mij. Hoort u het wel? Dat zei God tot Mozes. Zit, merk eens op Mozes. U begeert mijn goedigheid en mijn genade. En nu zeg ik u dat u mij niet kunt zien in mijn volle glorie. Want niemand zal God kunnen zien en kunnen leven vanwege die volmaakte heiligheid. Maar Mozes, ik heb een plaats voor u. O Friesland, kunt u voor God niet bestaan. Weet u niet waar u naartoe moet, vanwege Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid? Hoort u het dan wel, dat God de Heere zegt, en dat zegt ook God de eerste persoon. Men moet altijd onderscheid maken in de personen Gods. Hier zegt God de Heilige God het, er is een plaats bij mij. En dat willen we, zeiden we ook vanavond benadrukken. God zegt nog, er is nog een plaats bij mij. Is er dan nog een plaats om God te kunnen ontmoeten? Is er dan nog een weg voor zulke onreine zonden, dat hij een heilig God zou kunnen ontmoeten? Ja, want er is een plaats bij mij, zegt God, de eerste persoon. En dat is het, daarom zeiden we in onze tweede gedachte dus, een plaats in de kloof der steenrots. En de Heere zegt, er is een plaats bij mij en daar zult gij u op de steenrots stellen. Dat is dus op de berg Sinaï, waar donder en bliksem werd gezien. Maar daar zegt de Heere tot Mozes,
daar is een kloof in die steenrots, Mozes. En daar stel ik u. En daar zult ge iets van mijn heerlijkheid, van mijn achterste delen. In het Engels staat er, daar zult gij mij niet volmaakt zien, maar daar zult gij mij ten dele zien, zo ver en zoveel als u dragen kunt, dat uw lichaam er daar niet onder bezwijken zal. Zo ver zal ik mijn achterste delen, u moet niet aan een lichaam denken, als er wordt gesproken over mijn achterste delen. Wel, nee, hier wordt eenvoudig bedoeld dat de Heere zegt, gij zult een weinig van mijn heerlijkheid, van mijn genade zien. Dat ik aan u voorbij ga en dat gij niet sterven zult. Want er is een plaats bij mij en daarom zult gij niet sterven. En die plaats die is in de kloof der steenrots. Wel nu, is het dan niet dat Christus vele malen, verschillende malen in het woord van God, en bij een rotssteen of bij een steenrots vergeleken wordt, omdat een steenrots of een rotssteen, en die is hard en die dient ook goed voor, denk maar aan dat huis van de dwaze en de wijze bouwer. En die wijze bouwer die zocht dus het huis op de steenrots te bouwen. Dat wil ook zeggen dat degene en die nu een schuld plaats zoeken voor die hoge heilige God, waar ze geen bestaan voor hebben, dat zijn ze aan de weet gekomen, dat zij nu een plaats zoeken, een vastigheid, een kloof in de steenrots. Daar stelt een Heere Mozes in die steenrots. Wel nu, daar is die plaats, gemeente. Nogmaals, als u voor God niet kunt bestaan, in Christus de steenrots, daar is een plaats bij God. Dan moeten we onderscheiden. Die steenrots, dat wijst op Christus, op de tweede persoon. En als hier de Heere God zelf zegt, er is een plaats bij mij, dat zegt God de eerste persoon. Dus, nog een keer, als u met het gerichtelijke van God van doen krijgt, als u met Gods rechtvaardigheid en heiligheid van doen krijgt, dan is het onvoorwaardelijk. Er is geen bestaan voor u bij God. Want hij moet noodzakelijk rechtvaardig de zonde straffen. Dat is God de eerste persoon. Maar wat is God dan goed? Let wel, God de eerste persoon, die zegt het tot Mozes, er is een plaats bij mij in de steenrots. Hoe beleeft Gods volk dat dan? Wel, als zij Christus, als die steenrots, en als zij hem mogen leren kennen als borg en als middelaar, dan krijgen zij hem geopenbaard van God de eerste persoon. En dat is nu die grote goedheid Gods, dat die God die ons zou moeten verteren vanwege onze zonde, dat die God nu zelf komt te zeggen, wel mijn omkomende ziel, u ervaart het door den Heilige Geest geen bestaan voor mij te hebben, maar ik wijs u zelf, ik de vertorende God, ik wijs u een kloof in de steenrots. Met andere woorden, ik wijs u Christus aan. U kunt tot mij niet komen, maar u kunt wel tot mij komen. Door Christus, door die steenrots. En daar zal ik u in plaatsen. Daarom staat er zo treffend in Hebreeën 7 vers 25. Waarom hij volkomenlijk kan zalig maken. Hoort u het? Degene die door hem, dat is Christus, door hem tot God gaan, de eerste persoon. En daar zal de eerste persoon, die zijn rechthand haalt en de zonde straffen moet, en die zal daar de straf en die zal daar de toorn afleggen, want hij ziet ze in Christus, de steenrots. Hij ziet ze, hoe dat Christus nu als borg al hun zonde en al hun schuld
heeft willen betalen en willen verzoenen. En zo wil God zeggen, o, gij omkomende ziel, kunt u nergens meer een plaats vinden? Is er op aarde geen plaatsje meer voor u? Is het verloren voor u? Ik zeg u, er is een plaats bij mij, bij God, in de kloof in Christus. En als we dan spreken over die kloof en over de steenrots, we weten hoe... En dat ook in de woestijnreis, hoe dat ook daar het volk opnieuw weer murmureerde als ze geen water hadden. En dan had God de Heer heb gezegd tegen Mozes dat hij spreken zou tot die steenrots. En daar zou een overvloed van water uitkomen. Maar ook het volk had Mozes tot zekere hoogte tot toren verwekt. En Mozes deed het anders. Mozes sprak niet tot die steenrots, maar hij sloeg op die steenrots. En toen kwam er ook water uit. Maar Mozes had toen het verzondigd om in Kanaan ook in te mogen gaan. Maar ook daar die steenrots waarop geslagen is, daar de water uit kwam, ziet ook op Christus. Want Christus die zegt zelf, en dat de stromen des levende waters uit zijn buik, uit die steenrots zullen voortkomen. Wel nu zijn er nog dierbare zaken, gemeente, en gaande onze tekst. Als we dus zeiden, een plaats in de kloof der steenrots. Als wij dan ook even gaan naar Hooglied 2, vers 8. Dan zien we daar, dat een Heere daar, en daar zit een duifje in de kloven der steenrots. En wat doet dat duifje daar, dat kind? Dat is daar bevreesd in vrezen, zijnde in de kloven der steenrots. En daar zegt God tot die duif, toon mij uw gedaante, en laat mij uw kirren, laat mij uw stem horen. Want niemand zal de stem tot God in Christus kunnen laten horen. In waarheid en in oprechtheid. Dus ik bedoel, zoals het staat in Matthäus 5, vers 6, meen ik. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die zullen verzadigd worden. Daar zit dat duifje, type van de kerk. Die zit daar in die steenrots. Klagende, maar de Heere zegt, zalig als je tot mij keert. Want je kunt nooit in waarheid, komt u misschien wat vreemd voor, maar het is toch de waarheid. Je kunt nooit in oprechtheid tot God zuchten. Je kunt nooit in oprechtheid en zo tot God roepen om de gerechtigheid van Christus. Of het vloeit voort uit de steenrots. Want alle zaligmakend werk moet noodzakelijk uit de verdiensten van Christus voortkomen. En daarom gij duifje daar in de kloven der steenrots. En daar mag zij horen, toon mij al uw zonden maar. Toon mij al uw ellende en al uw onmogelijkheden waarin ge verkeert. Ik wil uw stem, uw piepen, uw kirren zo gaarne horen. Want Christus is gekomen om de zulke te leiden in de kloven der steenrots. En dan gaan we nog eventjes naar een andere zaak die nog dichterbij komt. Laten we dan eens zien dat de steenrots zelf, Jezus Christus, als hij op aarde gekomen is, 3 jaar in zijn ambtelijke bediening geweest is, en dat hij alzo daar het einde van zijn leven, en dat hij als de steenrots geslagen is geworden. En laten we hem dan eens aanschouwen, hoe dat hij daar in Gethsemane gekropen heeft. Daar is die steenrots geslagen. Daar is die steenrots gekloofd. En we lezen ervan. En dat hij daar grote droppelen bloeds zweette. Vanwege de persingen. Dat God al de straf, dus God de eerste persoon, dat hij al de straf van de zonde, van hen die in hem zouden geloven, op hem gebracht heeft. Wel nu, daar heeft Christus gekropen
als een gekloofde steenrots. Wilt u het duidelijker horen? Laten we dan gaan naar Jeruzalem. Van Gethsemane is hij gegaan naar Jeruzalem. En daar heeft men hem aan een paal gebonden in de omstandigheden die vooraf gingen. En daar hebben de Romeinse geestelingen over Christus moeten gaan. Daar zijn die geeselslagen over hem gekomen. En zoals daar die geeselingen bestonden in knobbels die in riemen vastgemaakt werden, zodat die riemen met die knobbels erin over het naakte lijf getrokken werden, zodat die steenrots geopend werd. En dat daar bloed uitkwam. En in dat bloedgemeente, daar ligt de verzoening. Daar zien we ook die gekloofde Christus. Als hij daar zich heeft laten geeselen. En dat hij daar zijn mond niet heeft opengedaan. Omdat hij gewillig al de schuld en al de zonde van zijn volk wilde betalen. O, laten we nog hem volgen. Als hij daar ook de doornenkroon heeft opgekregen. Daar is zijn hoofd geopend. Zodat ook het bloed langs zijn heilig hoofd is gedropen. Laten we hem verder volgen. Als we spreken over die gekloofde steenrots. Laten we hem dan zien hangen op Golgotha aan het kruis. Laten we hem zien hoe dat hij daar met uitgestrekte armen zijn kloven laat zien. Als hij daar naakt gehangen heeft met een doorploegde ruggemeente. Als ook hij daar en nog heel rood is geweest. Daar hij ook de handen doornageld. Dat de handen doornageld zijn geworden. En zijn voeten. Daar is hij als gekloofd geworden. En nu zegt God hier het ook. In onze tekst Mozes. Er is een plaats bij mij. U moet dat zo zien. En in de overdenking proberen mee te nemen. En dat God de eerste persoon. Dus nogmaals. Die zijn recht handhaaft gemeente. Die God die zegt het hoor. Want wij moeten omkomen voor God de eerste persoon. En die de zonde moet straffen. Maar die zegt. Er is een gekloofde steenrots. Er is een gekloofde Christus. Voor u. Die zijn goedheid begeert. Maar het niet meer waardig kunt zijn. Maar die ook vanwege de trekkende liefde Gods. En zo u verbonden weet aan God. En dat u zo begeert. Dat u in die steenrots, ja, dat u in Christus zou mogen zijn. Dat u ook daarin gegraveerd zou mogen worden. Wel nee. Als we dan zeiden. En we de tekst nog een keer zullen noemen. Ziet, er is een plaats bij mij. En dat willen we, zeiden we, benadrukken. Voor arme verloren zondaar. Gaat er toch niet aan voorbij, gemeente. Misschien zijn er wel die dat helemaal niet nodig vinden. Dat we dat zo benadrukken. U kunt u maar één keer bedriegen hoor, denk erom. En daarom, er is een plaats bij God. De eerste persoon. Zijn recht is door die gekloofde steenrots betaald en verzoend. Dan zegt hij, er is een plaats bij mij in mijn zoon. Den Heere Jezus Christus. En zo wordt den Heere Jezus Christus. En nou ontdekt, geopenbaard en verklaard. Naarmate dat God den Heere al zo arme zondaar wil onderwijzen. En daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan. Zo zal ik u in een kloof de steenrot zetten. Laten we er eerst van zingen. En wel. Van Psalm 105. Het 24e vers. 105 vers 24. En die gunst heeft God zijn volk bewezen. Al dat het altoos hem zou vrezen. Zij werd betrachten en voortaan. Volstandig op zijn wegen gaan. 24ste van 105.
laatste nog Gods liefde in de steenrots ervaren. Want in de laatste verzen, dan lezen we, God zette hem in die kloof van de steenrots en hij ging aan hem voorbij. En ik zal u met mijn hand overdekken. Dat wil zeggen, we hebben het al gezegd, dat God de eerste persoon, die zou zoveel heerlijkheid aan Mozes doen ervaren, uit en in de steenrots, dat hij niet bezwijken zou. Die hand, die bedekkende hand van God, die zou verhinderen en dat Mozes niet zou sterven. Een beeld en heenwijzing, o dat God nu zijn liefde zal uitlaten door en in Christus, in die kloven des steenrots, wat dus Christus mee bedoeld wordt. En ik, wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De zijde dus, Gods liefde in de steenrots. Kent u er wat van, gemeente? Met God van doen gekregen te hebben, maar zijn onuitsprekelijke liefde ervaren, wetende dat die liefde verklaard was. Kan zijn dat een Heere ook in de weg van zijn opzoekende liefde een zondaar aanvankelijk ook al veel liefde geeft. En die zondaar kan dat niet begrijpen. Hij ervaarde zijn zonde, zijn schuld, en dat kwam op een onverwachts, wel in de weg, gewoonlijk van ontdekking van zonde en schuld, veel liefde in mijn hart. En als we dan niet bewaard worden, gemeente, dan zouden we misschien gaan spreken over die liefde van Christus of van de middelaar, grote woorden gebruiken. Kan door doorvloeien wel eens een keer gebeuren, maar we moeten proberen eerlijk te blijven. Dat wil zeggen, als u de liefde ervaart, dat wil niet zeggen dat u die liefde verklaard hebt gekregen. Als u de liefde van God verklaard hebt gekregen, wat is er dan gebeurd? Dan weet u ook waar die liefde vandaan komt. Want God buiten Christus kan geen liefde aan ons geven. God buiten Christus, hebben we toch gezegd, is een verterend vuur. Hoe kan dat dan? Zulk een zondaar, zulk een ziel, die weet dat ook niet. Het is hem een raadsel, dat die God hem zoveel liefde in het hart uitstort. En daarom als nou een recht gezond geestelijk leven mag zijn, dan ziet die zondaar uit om dat raadsel nu ontdekt te krijgen. Want zijn schuld en zijn zonde, die komen terug. En hij zegt, wie is Christus? Kent zo een Christus niet? In die weg dat hij dus, zoals we zo even zeiden, alleen de liefde ervaren heeft en Christus niet ontdekt is, is Christus niet verklaard. Wat moet er dan gebeuren? Wel, deze zaken die we ook gesproken hebben. Dan zal er gaan gebeuren dat God de eerste persoon die liefde nog gaat verklaren. Hoe? Dat hij Christus gaat ontdekken. In zijn lijden, in zijn sterven. En daar gaat u de liefde verstaan. Daar gaat u de liefde zien, dat u ze ook kunt verklaren. En dat u zegt, en nu weet ik het. En nu weet ik het, hoe dat die liefde in mijn hart er gekomen is. Het was door de stervende liefde, zoals Rutherford zegt. De stervende liefde van Christus, zondaren tot zich trekkende. En daarom, als die liefde verklaard wordt, gemeente, dan mag u Christus als die gekloofde steenrots zien. Lief hebben, dan mag u wederliefde tot hem bewust kennen. Om ook Christus, de Zoon van God, ook voor u te zien als geleden, gestorven naar de mate. En dat God de Heere de genade komt te verklaren. De Heere die werkt gewoonlijk stapsgewijs. Maar u moet maar dit maar meenemen. Als u liefde ervaren hebt, onderzoek dan
of u het ook in liefde kunt verklaren waar ze vandaan komt. En dan kom je bij die steenrots, want die is gekloofd. En daar vloeit de liefde uit. Moeten we dan nog even teruggaan naar Christus om het te verduidelijken? Was dat dan geen liefde? Als u daar Christus, als een gekloofde Christus daar in Jeruzalem en in op Golgotha hebt zien hangen? Was dat dan geen liefde? Dat hij als het lamme God zijn mond niet heeft opengedaan en zijn lichaam geopend heeft, opdat de kerk zijn bloed zou kunnen zien. Want als dat lichaam niet geopend was geworden, gemeente, en niet gekloofd was geworden, dan was dat bloed niet openbaar gekomen. En dat bloed dat wijst op de dood. Want als wij geen bloed meer hebben, dan kunnen we ook niet meer leven. En daarom leert de kerk ook al hun leven geven. Met andere woorden, zij leren hun leven geven. Zij leren hun bloed geven. En opdat ze alzo zichzelf leren opofferen aan God. En als u zelf, ik hoop dat u me volgen kunt. Als u zelf aan God mag opofferen, dan zal God u leren dat Christus voor u opgeofferd is. En die bestaat. Christus is opgeofferd voor een kerk die de eeuwige dood onderworpen was. En zo, ja zo, is daar nou die verklaarde liefde van Christus, die zijn kerk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom ziet dan ook hem te leren kennen. In die stervende, lijdende liefde, en ziet dan hem te leren kennen, hoewel hij niet alleen blank is, doordat hij de wet volbracht heeft, maar dat hij ook rood is, omdat hij gekloofd is geworden, en dat hij daar zijn leven heeft gegeven, en dat hij in dat bloed de verzoening heeft aangebracht. Met wie? Bij God voor zijn kerk. Dat is het geheim. Om het bloed van Christus te leren kennen, gemeente, daar is onze dood aan verbonden. Dat wil zeggen, daar is ons opofferen aan verbonden. En dan zult u er opgeofferde Christus zien. Door genade. En dan mag u wenen van de liefde. Dan mag u wenen voor mij. Voor zo een heeft Christus daar zich voor laten kloven. Door die geestelingen. Ja, zegt de Heer. Dat heb ik voor u willen doen. Want in die weg is er een plaats bij mij. Verstaat u nu? Die grote liefde waarmee we begonnen zijn en zeiden, het is een dierbare tekst. Wat wil het dan toch zeggen, als een zon daarin leeft, dat er geen plaats is. En dat de rampzaligheid hem voor ogen staat. En hij hoort, ja maar, er is een plaats bij mij. O, dat ik die plaats dan zou mogen vinden. En dat mocht u begeerte en uw gebed zijn. Wel nu, we hebben geprobeerd om het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk uit te leggen. O, dat er nou bij God dus nog een keer de eerste persoon een plaats is. Die een verterend vuur is. Maar dat vuur, dat verterende vuur heeft hij afgelegd. En daarom kon Mozes op de berg klimmen. Omdat daar ook bloed gestort was. En zo mag een zon daar, en die denkt verteerd te worden, tot God opklimmen. En hij mag weten, door Christus mag ik zijn liefde ervaren. En hij heeft mij gesteld in die kloof des steenrots Christus. Wel nu, die liefde die wordt ervaren bij een volk, en die hier geoefend worden in de lijdensgangen van Christus. Zo mocht de Heere dan ook u nog willen leren en willen bekeren. En nog willen doen verstaan. Tijden zijn bang en donker. Och, we gaan er veel gebukt onder. Onder al de verwikkelingen. En die zo toenemen in de afval van de tijd. De verwikkelingen zoals we zien ook in het kerkelijke leven. En dat de Heere zich al meer en meer terug gaat trekken. En dat we ook daarin moeten zien. En dat alles veranderd moet worden. Ook de preken moeten veranderd worden. Plaatsmakende werk hoeft haast niet meer verkondigd te worden. Maar och, laten we in liefde dan mee mogen geven. Zonder dat plaatsmakende werk. U kunt u horen van een rijke Christus, maar hij kan geen betekenis voor u krijgen, tenzij dat ook u gekloofd zult worden door de wet. Niet letterlijk vanzelf, maar u begrijpt hoe ik het bedoel. En dat ook u zult ervaren dat de wet het doemvonnis eist. Maar Christus is het. Wat denken we dan verder? Zondigen wij
God en Heer niet verder weg in het kerkelijke leven. En wat ik nu ga zeggen, moet u niet boos op me worden hoor. Maar zult u misschien wel doen, maar dat bedoel ik niet. Maar ik wil u toch zeggen en waarschuwen. En voor die nieuwe Bijbel die uitgekomen is. Want dat klopt echt niet hoor. Daar ben ik veel bedroefd over. Te weten, als we daar wat in onderzocht hebben. Die Bijbel is wel goed, maar die uitleg. Dat is niet te zeggen hoe droevig. Op hoeveel plaatsen. En dat daar, die door de uitleg als het ware, een mengsel komt van het heilige woord van God. Met een uitleg die naar de mens is en naar de geleerdheid. Och, laat ik er maar niet meer van zeggen. Maar ik meen het te zeggen niet. En niet in de zin van dat ik schelden wil of zo. Oh nee, als de Heer ons loslaten doen misschien wel ergere dingen. Maar ik wil u toch meegeven. En dat het toch werkelijk de waarheid is. En dat God erdoor onteerd wordt. Moet ik er dan nog iets van zeggen om het duidelijker te maken? Eén ding dan. Als u nu een nalatenschap hebt. En u laat het testament maken. En u zegt zo en zo wil ik mijn nalatenschap hebben. En de persoon overlijdt. En degene... En die het dus zullen ontvangen, die lezen dat testament en die proberen dat te vervalsen. U komt ermee in de gevangenis terecht. En wat zegt God de Heer? Ik heb twee testamenten gegeven, zegt God. Het Oude en het Nieuwe Testament. En nu zal ik aan het einde van mijn laatste testament, zal ik opschrijven. Wie hier één woord van af durft te doen. Of hij van toe zal doen, die zal ik doen uit het boek des levens. Oh, wat durven wij dan toch. Als God zo heilig is, en dat met zoveel nadruk hebt laten beschrijven. Vrees voor die dingen. Maar, wij willen nog eindigen, om u mee te geven, dat God komt te zeggen, bij zijn heilig woord, er is een plaats bij mij. Amen. Heren, heren. Och, wil u ons nog gedachtig zijn. Wil u ons verder nog helpen. Wil u ons verder nog voorzien. Van moed en krachten. In de bange wereld waar we in leven. Maar we hebben nog mogen betrachten, heren. Om uw lieve woord nog te doen klinken. Wie u wil zijn, voor verloren zondaren. Och, Heere, gedenk dan nog, naar het vrije van uw welbehagen, dat u ook zo onder die jongeren, onder die jeugd en kinderen, ook die plaats nog deed zoeken, die u hebt uitgesproken er te zijn, bij God door Christus. Help ons dan, o heerlijke koning, ook dit volk, dat ze naar huis mochten gaan en dat het nog eens iets na mocht laten. Heere, Heere, sterk ons dan nog naar het vrije en eeuwige van uw welbehagen. En wil ons alle, mag het zijn, nog weer brengen in onze woningen. Om Christus willen. Amen. En laten we dan tot slot nog zingen. En wel, van Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem, mijn leven lang en wat volgt. Het is 118, vers 7.
dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn en vrede. Amen. Thank you.